Je rijdt ook heel goed. We zitten weer lekker in het zonnetje. Ik dan op dit moment. Kijk, en daar hebben we de grote Big Boss. Hele goedemiddag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 14 juni 2023. En het is bijna 1:30 in de middag. Zoals je daar wel kan zien. Ik sta alweer op het punt om de deur uit te gaan. Want ik moet naar de DVB en naar de tandarts. Dus ja, dus ik sta inderdaad op het punt om nu weg te gaan. Dus ja... ik neem jullie gewoon gezellig mee, maar ja, dus dat eigenlijk. Dus, tot zo. Ik weet nou niet of ik heel goed zichtbaar ben, maar oké. Dat gaan we zo meteen wel thuis zien. Helemaal grappig. Nu net bij Rianne geweest. Ze heeft hier een gaatje gedaan, hierboven. Dus, ik ga steeds rustiger daar naartoe, zeg maar. In het begin was ik echt, deed, zeg maar. Helemaal menu. Steeds rustiger. Dus nu ga ik eventjes naar de Lidl, denk ik. Of ik ga gelijk naar de dierenvoedsel. Ja, ik ga gelijk even naar de dierenvoedselbank en daarna ga ik nog ergens naartoe. Maar daar kan ik dus niet filmen, dat weet ik. Maar dat komt wel goed. Ik neem jullie sowieso mee. Dus tot zometeen. Ja. Hey, kom eens hier. Hola. Hola. Hoe gaat ie? Ja, warm. Ja, maar iedereen heeft het warm. Maar moet eens kijken hoe jij aan bent gekleed. Ja, dat had de warmte buiten. Mijn god. Ik kan de wind in lekker blazen. Maar als je stil zit, helpt het natuurlijk niet. Oh, oké. Maar ik heb wel te horen gekregen of jij inderdaad hier wat duidelijker wil praten. Als er gefilmd wordt. Want jij praat weer heel veel binnenmonds. Nee, er zijn meerdere, schat. Oké, helemaal goed. Dus ik ga jou daar ook weer wat meer ondersteunen. Van als ik dit ga doen met mijn hand omhoog, dat je dan wat harder moet gaan praten, oké? Harder praten, helemaal goed, ja. Ja, harder prima. Praten, ja? Ja, prima. Ja, goed. Ja, prima, best. Ja? Ja, best. Wat zei best? Ik heb geen idee. Geen idee. Lekkere kind. Ja, lekker hè. Het is warm hè. Ja. En wat heb je nog meer te vertellen? Nou, weinig. Tegen de kijkers. Doe eens lief. Ja, weinig. Doe eens lief. Kom op. Heb je nog een vraag aan de kijkers? Ja. Of weet ik veel wat? Wat is 17 keer 19? Goeie vraag, hè? Ja. Dus de vraag is, wat is 17 keer 19? Ja. Dus je als... weet maar het zeggen. In ja. De ja, precies dat. Dank je wel. Trusten. Bye bye. Bye bye. Yo. Kijk eens deze kant op. Kijk eens even naar het vogeltje. Niet, jammer. Helemaal goud. Ja, dan gaat hij lopen hoor, naar huis. Ik wil dat rijbewijs. Ik krijg het niet, je rijdt ook heel goed. Heb je afspraak voor de volgende keer? Nee, nog niet. Ik heb het niet.
Ik kan je dinsdag zetten, maar nee, ik weet niet. Dinsdag, sorry. Dinsdag heb ik een hele lange dag. Ben ik pas om 8:30, 8:30 ben ik thuis. Ik kan je donderdag zetten. Donderdag kan je wel zetten. Dan kan je of om 11:20. Donderdag? Ja, is goed. 11:20 of 17:50. Oh, doe maar 17,50 euro. 17,50 euro. Nee, want ik heb daarna weer een klant en dan weet ik niet of ik het red. Wat voor klanten? Klanten van mijn werk. Oh, patiënt. Een patiënt, ja. Zo kan je dat noemen. Ben je ZZP'er? Nee, ik werk bij de thuiszorg. Daar heb ik ook ZZP'ers, toch? Ja, maar ik ben geen ZZP'er. Zonnetje, ik dan op dit moment. Kijk, en daar hebben we de grote Big Boss. Achter dit alles. Hé, schat. Moet die lachen hoor. Meneer, en die komt er weer eens keer op. Kijk, en deze mevrouw die rijdt als een kanjer, echt waar. Ja, echt. Echt, serieus. Auwe, dat doet zeer. Ja, ben je gek? Nee. Even serieus. Ook tegen mij kunnen. Oh. Netjes. Hier, déjà vu, wat zie je hier? Word je met uitersten? Durven. Durven. Laat zien dat je durft. Je bent een sterke vrouw, laat zien. Goed zo. Nu is het gewoon in jouw weg blijven. Niet racen. Gewoon gecontroleerd. Niet racen. Controleert, adem in, adem uit, neem je tijd. Dit is perfect. Dit gewoon vasthouden, niet haastig zijn. Kijk verder, zie je. Wat je net doet. Juist. Gas los. Als het genoeg is, ik denk het niet. Nee, want ik ben een beetje remmen. Nee, zo. Ja, nou. Zet op je hand, goed zo. Je zie je, alle details zijn, doe je goed. Alleen de volgende keer moet ik helemaal mijn bek houden, weet je toch? Maar dat komt volgende keer, we hebben nog alle tijd. Maar dit bedoel ik, als je gewoon luistert en dan zie je hoe het dan gaat. Dit is ook gewoon veel relaxer lesgeven voor mij, toch? Ja. Jij maar dit, jij maar dat. Nu ga ik negatief praten, ik weet het, maar dan ben ik toch een zenuwelijer. Kan, maar je kan ook een hele sterke vrouw zijn. En daar kies je zelf voor. Je moet zelf voor kiezen wat je wilt zijn. Netjes man, gekeken, alles. Perfect. Echt heel goed. Niet rechts ingehaald, netjes, bewust. Netjes. Zie je, je hebt veel meer tijd en veel meer rust als je gewoon kijkt om je heen. En dan reageert op tijd. Dan wil ook die alsjeblieft. Hit die box weer. Netjes man. Snel weg in de pocket. Goeie man.
Oké, weet je. We gaan naar links. Ik hoop dat je alsnog een leuke les vond vandaag. Natuurlijk, ik vind het altijd leuk. Ja, ik ook altijd. Het gaat wel beter. Zo, het gaat... Het gaat super beter. Het gaat gewoon... Je kan gewoon, als je zo rijdt, examen doen morgen, bij wijze van. Maar, ja, tuurlijk. Als je zo rijdt, hè. Ja, als je zo rijdt, Ik ben er bijna. Je hebt niet zo wel gehaald nu, hè. Juist, en dat is in wat we willen horen. Daarom dat geschil van jou, dat heb ik zo nodig, man. Wauw. Ik ben gestoord, ik weet het. Zegt hij ook nog wauw. Ik ben gek. Nee, want we hebben nog nooit zo'n leerling gezien. Nee. We hebben een lieve vrouw, man. Doe maar. Ik ben ook heel lief. Ik kan heel lief zijn. Je bent heel lief. Maar echt, ik heb het gewoon... Je ziet het, ik heb dat geschil nodig. Je niet zo'n... wakker worden. Je bent zo bang nog. Om fouten te maken. Ik hoop dat je dat gewoon loslaat. Weet toch? Echt perfect weer, netjes. Oké, we gaan één baan naar links. Hier ook gewoon rustig blijven. Dit is dus, dat bedoel ik, dit moet consequent blijven. Dat tweede keer rustig kijken, weet je toch? Dat komt goed. Je hebt je niveau wel al, je hebt hem wel aangetikt. Ja. Je hebt hem dus al aangetikt, nu moet hem alleen houden. Ja. Ja. Netjes man, eindelijk durf je man. Iets harder nog, kom. Ja? Iets meer overtuigen, nog een beetje. Het gaat wel beter, maar nog een beetje overtuigen, kom. Juist. Precies dit. Dit willen. Zie je, dan kom je aan met de pomp. Perfect. Juist. Dan eigenlijk moet je gelijk inhalen. Kom op. Eigenlijk gelijk inhalen, hè? Tuurlijk, je ziet toch hoe langzaam hij rijdt. En dit doe je weer te snel. Ja. Omdat je te laat op die conclusie kwam. Maar maakt het uit. Als je eerder op de conclusie komt, ga je er ook rustig uit. Echt goed gedaan. En nu gaan we gewoon richting Den Haag. Netjes, goed zo. Goede keuze weer. Hele goede keuze. Ik kijk even naar je snelheid en dan naar hem zo'n beter. Ja, naar hem. Perfect. Keurig. Echt perfect. Perfect. Dat is wat. Hou deze mogotje in. Je linkerhand hebt, doe het ook gewoon met je rechterhand. Ontspannen, doet juist goed. Hoe jij net je linkerhand had, was perfect. Oh, was die goed? Ja. Ik dacht dat ik hem pacht. Nee, je linkerhand, hoe die net was. Maar dat ga je wel weer terugkijken. Verschilt weer. Oh, krachtig geurtje. Je raampje open doen. Hé, hey, dankjewel bro. Weer dicht. Doe de mijne open. En die doe je nou weer open. Mijne ook. Oh. Alles omhoog. Ja, iets minder veel. Ik heb los, juist. Niet meer remmen. Niks doen. Juist, niks doen.
Gewoon lekker chill zitten. Niet sturen, maar niks. Ja, die heb ik hier. Maak je maar niet druk, die heb ik. En met Tjallar toen. Dat was vorige week. En dat ik toen zei van ik heb mooie filmpjes voor je. Nou. En nou mag je weer gaan. Kijk, voor je heb je een tijd. Stuur naar rechts. Lekker. Klinkt lekker. Als jullie dit zien, dan weten jullie al wel dat ik ga schoonmaken. Ja, deze. En dan ziet mijn spiegel er ook niet uit, zeg maar. Nee. Die is ook zo vies. Dus ik ga hem even weer schoonmaken. Gewoon even hier weer, bij mijn oude vertrouwde. Ja. En zo vies is hij niet, maar ik wil hem wel even goed schoon hebben weer. Ik kijk hier ook. Weet je, kijk. Het is gewoon vies. Nou, dat ga ik dus even allemaal schoonmaken. Hij is weer mooi shiny. Kijk maar. Ja. Daar is ik al. Hij is weer mooi shiny, jongens. Oh. Ja. Kijk, en hier zit er ook niks meer op.
Ja, een beetje waterdruppels, maar joepie de poepie, zeg maar, hij is weer mooi schoon. En daar gaat mij het om. Dat hij weer mooi schoon is, dus ik ga weer instappen en ik ga boodschappen doen. Zoals jullie dus zien, ben ik dus weer alleen in de Westerpool. Ah, dat is leuk. Dus, want Rody ligt nou nog te slapen. Rody had wel zoiets, nou als je toch die kant op gaat, zou je misschien even wakker willen kijken. Tuurlijk, doe ik toch even. Maakt helemaal niet uit. Yes. Dus, yes. Je bent erop. Ja, dankjewel hè, voor je verkoeling. Dankjewel voor je verkoeling. Top. Staat er mooi op. Check. Dus, nou ga ik even kijken of wat, misschien eventueel wat in de bak zit. Ja. Dus, ja, jullie gaan gewoon met me mee. Zoals altijd dat jullie meegaan. Nou, zo lopen we dus altijd. Zoals hier bij de groentefruit. Nou, dan komen we hier. En hier rijdt het altijd heel rustig met karretjes. Heel raar, maar het is wel zo. Dus, en dan komen we hier uit. Helemaal top. En dan wil ik even kijken, hè. Ja, niet zo heel veel. Maar, er is wel weer wat brood. Dat is wel heel fijn, vooral als er wat lekkers tussen zit voor hem. Maar hij heeft net laatst brood gehaald, dus eens even kijken. Nee, helemaal niks snoppen naar die ente voor mij. Nee, en courgettesoep hoef ik ook niet. Nee. Dit zijn wel hele kleine bolletjes. Ze zijn zo grappig deze voor. Ze zijn wel hele kleintjes. Nou, ik neem het mee. Ik vind het goed. Ja, ja. De 75 cent. Dat is wel handig, hè? Dat die Jumbo dat nu doet. Gaat ook allemaal straks de bak in? Gaat ook allemaal straks de bak in? Ja. Wat heb je allemaal? Lekkers? Even sneaky kijken. Kijk, die en die is wel lekker, ja. Die. Die is wel lekker voor daarop. Dat is wel lekker. En die. Maar ja, dat mag je nog niet doen, hè? Jammer. Jammer. Jammer, Skatty. Ja, zo noem ik ze hier allemaal bijna. Ja, weet je wat? Ik neem die ook mee. Hartstikke mooi. Heb ik er 3? Ah ja, 3. Nee. Ja, helemaal prima eigenlijk. Daar is ook al zoveel brood eet ik al niet eens. Maar voor korenpuntjes en alles, ik vind het wel lekker zeg maar. Iets van brood hebben. Dus dat. Nou, dat is het toch niet. Nee. Nee, dat is ook allemaal al leeg. Jeetje, mina. Nou, dat is ook allemaal leeg, dus daar hebben we niks aan. Nee. Nou, we gaan eens even kijken. Ik dan. Moet je eens eigenlijk kijken hoe mooie lucht het ook is, hè? Wauwie. Kijk dan. Zo mooi. Dit is alweer namelijk het einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.